Hoi, Robin hier en welkom bij de eerste aflevering van Robin Small Talk. Dit is een serie welke ik wekelijks wil gaan uploaden met de hints en theorieën welke ik en een klein beetje met behulp van het internet heb ontdekt. Ja, de reden waarom ik dit wil doen is eigenlijk vrij simpel. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Ook om jullie de mol te ontmaskeren. En we hebben bijna alle keren tot nu toe hebben we goed gezeten. En ik hoop dat ik deze keer samen met jullie dit weer voort kan gaan zetten. Dan is het tijd voor aflevering 1 van Wie is de Mol seizoen 23. De opening van de aflevering was bijzonder te noemen. In alleen een ruimte met een telefoon werden de kandidaten één voor één naar binnen gelaten. En werden ze eigenlijk aan elkaar voorgesteld tot de telefoon afging. Op dat moment werd er bekendgemaakt wie daadwerkelijk de mol was of wie er gewoon een kandidaat bleef. En dit is de eerste keer dat ze het zo hebben gedaan. En ze hebben daarmee natuurlijk ook een heel groot risico genomen, omdat ze niet wisten hoe de mol daadwerkelijk zou reageren. Blijkbaar is dat dus heel erg goed uitgepakt. En dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Het is anders als de voorgaande jaren. En ja, daarom heeft het ook wel meer mijn interesse gewekt. Ja, en zoals gewoonlijk zijn er een aantal dingen die mij opgevallen zijn. En dit is er eentje waarschijnlijk iedereen gaan noemen. Was natuurlijk dat Anke als eerste binnenkwam en keek of de telefoon het deed. Ja, dat is natuurlijk logisch, want je staat in een ruimte met helemaal niks. Met alleen een telefoon. Dus ja, dan wil je het wel proberen. En wanneer iedereen er is, neemt Anke als eerste de telefoon op. En krijgt ze hier een korte uitleg van Everen. Hier is het moment dat de mol ook daadwerkelijk de mol gaat worden. Voor mijn gevoel was de reactie van Anke meer een kandidaatreactie. En die van Jurre was bij mij een beetje een twijfel of hij het molnieuws had gekregen. Sarah leek in ieder geval blij dat ze het nieuws heeft gekregen dat ze niet de mol was. En dat is misschien ook wel goed geweest. Nou ja, daarover later meer deze aflevering. Ook Ranomi had voor mij wat meer een kandidaat gezicht. En ja, zoals iedereen weet, vrouwtje hield haar gezicht gewoon helemaal stijf. En daar was helemaal niets van af te lezen. Ik ben benieuwd of zij het misschien zou kunnen zijn. Maar de enige die voor mij wel echt opvallend was, was die van Soy. Zeker omdat hij toen het bekend werd gemaakt. Je moet hem wel even wegslikken, zie ik. Nee hoor. Kijk, hij voor mij in ieder geval bedenkelijk. Ja, hij hield ook constant zijn hand voor zijn mond. Jullie hebben elkaars reactie aan de telefoon gezien. Dat zou kunnen duiden dat hij dus iets te verbergen heeft. Maar dat gaan we natuurlijk de komende afleveringen zien. Ja, de overige kandidaten, ja, die hadden voor de rest een vrij neutrale reactie. Dus ja, daar valt ook niet heel veel over te vertellen dan natuurlijk. Daarna gingen de opdrachten beginnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst een verbinding leggen met de titel van de aflevering. De titel van de aflevering is dan ook verbinding. Zoals eerder genoemd was natuurlijk de meest voor de hand liggende dat Anke als eerste keek of de telefoonverbinding werkte. Daarnaast zou de titel ook kunnen slaan op Jurre, Sander en Daniel. Want zij waren de eerste die bij opdracht 1 de verbinding legden waar ze moesten zijn. Nou, verder, en dat is waarschijnlijk voor nu in ieder geval wat ver gegrepen, zou het ook een hint kunnen zijn naar Sarah nadat ze het rode scherm heeft gekregen dat ze de mol moest bellen en daarmee een verbinding kreeg. Morgen kan je terug in het spel komen door geld uit de pot te spelen. Morgenochtend om 9 uur staat er een busje voor je klaar. Nu wordt er gezegd, de mol krijgt altijd een groen scherm. Nou ja, als het veranderd is, hoeft dat dus niet het geval te zijn, want de mol die gaat nooit naar huis. Dus het zou nog steeds kunnen zijn, ondanks dat ze een heel groot risico hebben genomen, dat Sarah de mol zou kunnen zijn. Het is niet waarschijnlijk, want zoals iedereen ook zag, was ze ook opgelucht toen ze te horen kreeg dat ze het nieuws heeft gekregen dat ze waarschijnlijk kandidaat was. Maar ook aan het einde van de aflevering dat ze het heel erg jammer vond dat ze alweer naar huis moest. Dus ik ga er niet vanuit dat Sarah de mol is. Maar goed, je weet het natuurlijk maar nooit. Dan gaan we door naar opdracht 1, de gulden middenweg. De kandidaten konden met deze opdracht 4000 euro verdienen en hebben uiteindelijk door twee koppels binnen te halen 500 euro voor de pot verdiend. Allereerst begin ik met de kisten. Deze kisten die waren ook te zien tijdens de livestream toen de kandidaten bekend werden gemaakt van dit seizoen van Wie is de Mol. En deze stippen die erop staan zouden kunnen verwijzen naar het Olympisch logo. En dat zou natuurlijk weer kunnen verwijzen naar Olympisch kampioen Ranomi. Verder stond er bovenop de kist de kleur waarvan ze de vragen moesten beantwoorden. En het ging bij Jurre en Sarah toch wel heel erg vlot. Ze waren dus ook als eerste uit de kist. En zoals ik eerder al zei,
Sarah zou de mol nog kunnen zijn, maar dat is heel erg onwaarschijnlijk. En de andere die uit de kist kwam, was natuurlijk Jurre. En hij probeerde te helpen en aan de andere kant wilde hij ook zo snel mogelijk naar het centrale punt toe. En dus wat je dan doet is aan de ene kant, dan maak je dus goodwill. En aan de andere kant zorg je er dus voor dat de overige teams niet meer uit de kist kunnen komen. Slim over nagedacht en het zou dus een hint kunnen zijn richting Jurre als mol zijnde. Ook was Aniek vreemd bezig en zeker haar antwoorden die lieten nogal wat te wensen over. Op hoeveel vierkante meter wonen jullie bij elkaar opgeteld? 165 gedeeld door 2 is 82,5. Hier leek mij de vraag ook wel duidelijk, maar waarom zou je het dan door 2 delen? En daarnaast, als Soy of Aniek de mol is, dan hebben ze het allebei heel goed en slim gespeeld. Want uiteindelijk hadden ze dus alle vragen hadden ze fout en konden ze dus niet uit de kist komen. En daarbij waren de vragen die op de kist stonden, die waren dus niet alleen voor de mensen in de kist bedoeld, maar voor alle kandidaten. Dus ja, dan is het logisch dat ze alle vragen fout hebben gehad en ook niet konden verbeteren. En dan ook het tweede moment van Aniek was raar te noemen. Wie ging er op zijn 15e het huis uit? Ja, ikke! Nee, ikke! Nee, ik ook. Ik had een 15e verkering. Dat ben ik. Op je 15e het huis uitgaan is toch wel een flink ingrijpende levensgebeurtenis. Dus niet iets wat je snel zal vergeten. En dat Anita zegt van, ja, om een 15e kreeg je verkering. Weet je wel zeker dat je 36 jaar geleden terug nog weet wat je hebt gedaan? Zelf weet ik al niet eens wat ik gisteren voor ontbijt heb gegeten. Laat staan dat je dat nog weet. In ieder geval tot zover de eerste opdracht en dan door naar de tweede opdracht. Ja, opdracht 2 is ook wel toonaangevend genoemd. Het was een relatief ingewikkelde opdracht voor de muzikanten en wat minder voor de mensen die opgingen in de muziek. De titel van deze opdracht kan je natuurlijk laten verwijzen naar Aniek, want zij was toonaangevend bij de 15 seconden dat ze toonhoogte aan moest aanhouden. Wacht, niks zeggen. Het is wel jammer. Zij dacht dat ze het meerdere keren mocht proberen, maar blijkbaar had je daar 1 kans. En het was zo van, oh ja, jammer. Ja, ik laat wel voor wat het is. Voor mij zou het ook wel een hint richting haar kunnen zijn dat ze daar wat mee te maken heeft. Ook bij deze opdracht is Daniel behoorlijk chaotisch bezig. En hadden ze bij een van de deelopdrachten het liedje van Lady Gaga. Hij gaf aan dat Bad Romance was, maar dat had dus moeten zijn Pokerface. Bad Romance, ja? En het woord pokerfeest komt gedurende de aflevering meerdere malen terug. Ook bij de mollicitatie van Soy. En ook in een mollenboekje is de eerste pagina. Ik heb hem zelf helaas niet. Schijnt dat op de eerste pagina de telefoon staat met eronder de tekst pokerfeest. Dan weer terug naar Daniel zijn acties. Dit zouden niet direct molle acties hoeven zijn. Of in dit geval een molle actie hoeven zijn. Dat hij de titel van het liedje fout had. Want alle overige vragen heeft hij eigenlijk wel goed beantwoord. Ik zou dan ook Daniel niet direct bovenaan mijn verdachte lijstje zetten. Maar ik zou hem zeker wel in de gaten gaan houden. En dan zijn we alweer aangekomen bij de test en executie van deze aflevering. De aflevering waar Sarah het spel moest verlaten. Of nog niet, maar dat gaan we natuurlijk volgende week zien. Ik vond het heel tof hoe ze het hebben gedaan. Dat ze misschien toch nog wel terug kan komen in de aflevering. En dat zou ook wel hele mooie dragen geven aan dit seizoen. En zoals ook eerder genoemd, bij andere mensen heeft dit wat weg van de mol. Natuurlijk, Wie is de Mol? Is gebaseerd op het Vlaamse De Mol. En ik moet zeggen, omdat ik natuurlijk de seizoenen van de mol heb gezien, vond ik dit sowieso voor de eerste aflevering ook heel erg interessant om te kijken. En ik hoop dan ook echt dat ze dit het hele seizoen door gaan zetten. En daarnaast, zoals iedereen inmiddels weet, maak ik een script voordat ik dit ga opnemen. En ik was op zoek naar een stukje waar er werd genoemd dat er een bondje zou zijn. Of eigenlijk een verbinding was. Maar die kon ik niet vinden. Maar ik kwam wel het volgende tegen. Nog niet heel erg goed kan weten wie het is. En wat mij heel erg verbaast en waar het op lijkt dat Soy zegt is wat. Ik ben het, de mol. Laat me weten in de reactie of jullie hetzelfde zien. En ja, dan neem ik het natuurlijk mee in de volgende aflevering. Ja, en bij de executie zelf, ja, het was eigenlijk niet heel erg bijzonder. Frankje was heel erg koud. Ja, bij Anke ja, was het ook niet heel bijzonders. De enige die er een beetje uitsprong was de reactie van Nabil. Hij was heel erg overdreven met zijn vraag. Gast. Hoe dan? Lekker.
Maar dat zou een psychologisch spelletje kunnen zijn om te verbergen dat hij de mol is. Ja, wie weet. Maar dat is iets wat we de volgende afleveringen gaan ontdekken. Voor wie ik nu verdenk, ook al is het heel erg vroeg in het spel, is Soy, Aniek, Jure en Daniel. Soy die ik verdenk vanwege de bekendmaking wie de mol of wie de kandidaat zou zijn. En natuurlijk aan het einde dat ik echt gevoel heb dat hij dat zei van ik ben het, de mol. Jure, omdat hij de good guy speelt in meerdere opdrachten, maar uiteindelijk, zover ik het even snel kan zien, het minste geld heeft binnengehaald. Aniek, omdat zij ja, heel erg warrig is en probeert ook verwarring te zaaien. En nou, het klopt gewoon niet. En natuurlijk Daniel, die in opdracht 2 vooral veel chaos creëerde. Ik zou hem niet bovenaan mijn verdachte lijstje zetten, maar hij staat er in ieder geval wel op. Nou, laat in ieder geval weten via de link in de beschrijving wie jullie verdenken. En dan neem ik dat mee voor de komende aflevering. En dat is waar ik het van nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.